Eva en Karel Jan, die zei het net al. We zijn bij een kunstenaar en die kan muziek maken. Rondje Zummer. Ik ben heel benieuwd. Zal het met een gitaar zijn, een piano of andere apparaten dan wil dingen, Eva? Nou, ik ben daar ook heel benieuwd naar. En ik sta eigenlijk voor zo'n apparaat dan wel ding, zoals jij doet, Karel. Hans van Dorp, u bent degene die alle antwoorden heeft, want u maakt dit. Waar kijk ik nou naar? Ik zie ja, eigenlijk 5 palen. Ja. Met ijzeren dingen erop. Jij kan het niet zo goed uitleggen. Kunt u veel beter? Klinkt goed. Die ijzeren dingen, dat zijn gestemde toetsen. Die palen die komen in de grond te staan. Dat zijn er 5 van 10 in totaal. De rest staat binnen. En hier moeten de toetsen nog vast. Die heb ik even voor het vervoer losgelaten. Want anders beschadigt het makkelijk. En doordat... Moet ik mee? Nou, je kan even zo. Als je hier op... slaat, krijg je dus allemaal geluiden. En het komt omdat deze van zichzelf al geluid hebben. Dat, die ijzeren dingen. Ja, er komt nu ook een trekker langs, dus die overstemt dat even. Nu hoor je hem bijna niet, neem ik aan, of misschien een heel klein beetje. Maar doordat er een holletje hier achter zit in die stam, wat correspondeert met de toon, wordt die toon versterkt. Dus als je ze dan erop slaat... Wat een verschil. Ja, dan hoor je hem heel duidelijk. En waar is het voor bedoeld? Waar komt dit? Dit komt op het schoolplein van een kleuterschool in Maldegem, in België. En hoe komt u aan zo'n opdracht dan? Ja, het lukt maar niet om gepensioneerd te raken. Dus ze weten me af en toe nog te vinden. Ik heb al 100 keer geroepen, dit is de laatste die ik nu maak. En dan weten ze me toch weer over te halen. Maar bent u zo uniek in wat u doet, dat ze helemaal in Groningen eindigen? Nou, er zijn wel andere vergelijkbare mensen die zoiets doen. Maar kennelijk niet heel veel. Laat nog meer zien, want we zijn er nu. We binden door? Ja, dat kan. Daar komen we straks. Of hier kan je even wat zien. Dit is dan de rest. Dit zijn andere palen. Ja. Dus die komen dan tot zover in de grond. Ja, een heel eind dus. Ja. En dan laten we doorlopen. Want maar hier is ook nog... We waren eigenlijk nog niet klaar. Oh, sorry. Kunnen we even terug? Ja, we gaan terug. Gaan weer naar buiten. Hier staat het project waar ik weer mee bezig ben na 11 jaar. Dat heb ik... 11 jaar geleden in Amsterdam in de speeltuin een orgel gebouwd, een waterorgel. Hier kan je ze horen. Dus omschrijf ook eens hoe ze daar... Ik zie allemaal kleuren. Wat is dit? Het zijn allemaal blokfluiten eigenlijk. Van PVC in dit geval. Dit is de kleinste. Die zijn wat groter. En daar staan de allergrootste. Die zijn dus allemaal gestemd en die zitten in een waterbak. Ik kan je binnen wel een foto laten zien. Is dit nog weer heel anders trouwens? Ja, dat kan ik ook even laten horen als je het leuk vindt. Ja. De allergrootste is dat. Karel-Jan wil de allergrootste even horen. Alles wat geluid maakt, dat vinden we leuk. Even kijken. Oké, die hele grote palen gaan nu ook in de waterbak. Yo! Scheepshoorn bijna. Het is net als een blokfluit. Als je harder blaast, dan blaast hij over. Hè? Je kunt er lekker mee spelen. Dus dit heeft 11 jaar het min of meer uitgehouden. Hebben kinderen dat helemaal afgeracht. En nu moet hij opnieuw opgeknapt worden. Dus, fantastisch. Want het wordt dus ook echt... U maakt kunst, maar het zijn ook echt gebruiksvoorwerpen. Ja, dat is wel de bedoeling, dat mensen het gebruiken. Ja. Kunt u er ook echt muziek mee maken? Een liedje op spelen, zeg maar? Ja, er staat op mijn website wel een filmpje van mensen die een stukje Bach spelen erop. Wauw. In een concert. Maar u speelt geen nummers in feite? Met het waterorgel niet zo, maar met instrumenten die binnen staan weer wel. Oké. Nou, mag ik dan nu wel naar binnen? Ja, is goed. Welkom. Ja, leuk. Nou, lopen we nog even de werkplaats door. Ja, het door. Niet hier, is het een beetje vol. Nee, het staat helemaal vol apparatuur. Ik zie de andere pijpen waar ik... ik zie de andere pijpen. We moesten een paar bijbouwen en... even kijken, waar zijn we? We slaan om door de werkplaats. Het is hier wel laag. Ja. Niet struikelen over de snoertjes. Ja, het is die ring inderdaad. Ja. Oké, we lopen nu door een gangetje. Ja, inderdaad, mooie lage deuren. Ja, pas op het hoofd. Ja, nu zijn we in uw woning. Maar we gaan naar... Oh, wauw. Hier is van alles. We komen een kamer binnen. En de hele kamer staat vol met andere kunstmuziekvoorwerpen. Nou, deze hebben we absoluut nog even tijd voor. Wat is dit? Mooi. Hebben jullie een hand over? Want je kan het natuurlijk zelf even proberen. Ja. Die 2 stokken gaat het best. Het is een soort rond drumstel met houtjes. Ja, hoe mag ik het omschrijven? Xylofoon. Precies. Ja. Ja. Dus, mag ik gewoon mijn gang gaan? Sla maar ergens op. Dan, kijk, als je een beetje in het midden van zo'n toon slaat.
Nu heb ik net de verkeerde stokken voor dit stukje. Zal ik even doorlopen? Is natuurlijk, iedereen kent een xylofoon wel, maar u hebt het helemaal zelf gecreëerd. Ik zie dus onder al die toetsen, als ik het zo moet noemen, hangen allemaal buizen in verschillende lengtes. Daar maak je de toon mee, denk ik. Nou, de toon wordt gemaakt met het houtje. Ja. En die wordt versterkt door de bamboe. Eigenlijk net als met die dingen buiten. Ja. De toon wordt gemaakt door zo'n staaf ervoor. En dan wordt die versterkt door de luchtkolom die meetrilt. Maar u moet dus, los van het feit dat u kunstenaar bent, ook echt wel verstand van muziek hebben. Nou, ik heb langzamerhand wel wat kennis verworven, ja, met schade en schande. Ja. Is dat nog wat trouwens, zo'n drumstel? Of? Ja, dat is een soort babydrumstel. Babydrumstel, ja. Is dat een bijzonder geluid? Dan achter op de fiets. Dat, tenminste, dat was het plan. Maar is dat nog uniek geluid, zeg maar, om dat nou, te laten horen? Het klinkt wel als een drumstel ongeveer, ja. Ja, oké. Okay. En dit is dat ook een soort xylofoon? Ja, dat is een lithofoon. Dus die lithofoon. Met allemaal gestemde badkamertegels in dit geval. Die, ja, je kan best dan deze stokken nemen, want die zijn wat harder. Wat is het voor u? Is het, want u zegt, het houdt maar niet op, het is uw werk, maar het is, neem ik aan, ook een passie. Nee, tuurlijk. Ik heb nog wel wat projecten staan waar ik mee door wil. Ja. Als je nou nog meer video's wil zien van RTV Noord, dan kun je je abonneren. Dat is hier. Maar als je denkt, ik wil gelijk door naar de video's, kan ook. Dan kan je door naar touw. Hoi!